Yes, het is eindelijk vakantie. Ik ga Emiel vragen of we wat leuks kunnen doen samen. En dan vraag ik gelijk even mee, want dan kan ik Evie versieren. Hey maat, heb je zin om wat leuks te doen? Ja, is goed. Wat wil je doen? Pissebedden vangen? Nee, gewoon zwemmen of zo, mafkees. Jammer, maar oké dan. Oh, en trouwens Emiel, vraag je zus ook even mee. Is gezellig. Ja, ik kan het even vragen. Evie, heb jij zin om met mij meteen mee te gaan? Yes. Nee, ik heb geen zin om hier mee te gaan. Ik ga alleen met echte mannen om. Oké. Nee, ze gaat niet mee, Teun. Wat? Hoezo niet? Ze zegt dat ze alleen met echte mannen omgaat. Maar ik ben een echte man. Ik heb namelijk Hot Wheels, Pokémon-kaarten en Barbies. Weet je wel zeker dat dat mannelijke dingen zijn? Ja, natuurlijk, Emiel. Tja, het is wat het is, maat. Emiel, vandaag gaan wij mannen worden. Hoe gaan we dat doen dan? Even nadenken hoor. Teun, als jij een echte man wil worden, moet je bier drinken. Want echte mannen drinken bier. Oh, Emiel, ik weet het. Wij gaan vandaag naar de kroeg. Oh, Teun, daar zijn wij gewoon nog veel te jong voor. Nee, dat komt helemaal goed, Emiel. Ik heb namelijk een geweldig idee. Kleed je een beetje stoer aan en dan spreken we elkaar af bij Café Bierkist. Oh, oké. Tot zo, Teun. A few moments later. Oké, Emiel, we zijn er. We zijn op de plek om onze mannelijkheid in ons op te nemen. Krijgen wij dan ook kale hoofden en dikke buiken? Dat weet ik niet, maar daar gaan we. Oh, oké. Maar hoe krijgen we bier? We hebben geen geld en we zijn veel te jong. Ik heb een idee. Blijf jij maar staan. Ik ga het fixen. Oké, succes, Teuntje. Hallo, doe mij maar 6 bier alsjeblieft. Jongen, ben jij niet een beetje jong voor bier? Oh, het is niet voor mij hoor, het is voor mijn vader. Oh, oké, nou, dan komt het eraan. Ja! Zo, kijk eens aan, vriend. Hier heb je 6 bier. Ja, dankjewel. Mijn vader zal zo meteen afrekenen. Ik ga alvast zitten. Dan wordt het 20 euro alstublieft. Maar ik heb nog helemaal niks besteld. Uw zoon heeft net 6 bier besteld. Mijn zoon? Ik heb niet eens kinderen, ouders. Dan ben ik in de maling genomen. Ik haat kinderen. Ik ga ze gelijk zoeken. Kijk Emiel, ik zei toch dat het zou lukken? Oh, dank je. Ik vind het wel een beetje spannend hoor. Laten we proosten op onze mannelijkheid. Daar ben je. Teun, wie is dat? Oh shit, die man is niet blij. Emiel, pak je skelter. Oh, die Teun en Emiel toch. Wat een flapdrol op de skelter. Maar goed, hè, kan gebeuren. Hey, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de video. Vond je het nou een leuke video? Like even, laat even een reactie achter. En vergeet ook zeker even niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doei!